Hallo, hallo. Hey, Geld. Hoe is het? Ja, man. Hij was. Ik weet niet, hij deed een beetje vaag. Maar doet mijn game het dan wel, hoor? Mijn game wel. Ja, goed, goed, man. Als jij eventjes de moderator. Als jij dus. Twitch staat wel moderaten. Ik moet zelf even kijken. De YouTube-chat moet ook gemodereerd worden, eigenlijk. Deze moet ik hebben. Ja, nou doet de game het ook. Ja, nu wel. Alleen, ik zie. Ik ga trouwens eventjes kijken of ik dit dingetje niet gewoon daar naartoe kan schuiven. Want als dit werkt. Nee, dat dacht ik al. Oh, kut. Kijken of deze werkt. Dan kan ik gewoon alle chats zelf in de gaten houden. Ja, doe je ding ondertussen, jongen. Ik zie je vanzelf wel in de stad, Wout. Als het goed is, kan ik nu ook op YouTube live zijn. Ja, we zijn ook op YouTube live. Dat is top. Even kijken snel. Ja, we zijn ook op Oh, YouTube moet ik die live. ook even Dat is top. muten? Op Twitch hebben we ook leuke emoties en zo, dat kunnen we dat ook doen. Hoppakee. Goedendag. Oh. Hallo. Hoi, hoi. Hoe is het leven? Prima. Mooi, mooi. Ja. Hoe is jouw leven? Normaal. Yo. Ik ga maar eens even een autootje pakken, dat zou ook wel handig zijn. Het is ook goede muziek, man. Hey Gjeld, kan je nog wat in de tab chat typen? Zodat ik even kan checken of die het nog doet. Of die hele chat vastloopt. Even kijken of dit werkt. Doet hij het? Krijg ik hem binnen? De prijs moet je niet opschakelen. Oh nee, ja. Dus als ik hier typ en even me. Kijk of ik ze binnenkrijg aan de twee. Oh, meen je dit?
deze dat ook of niet? Even snel een bakkie pakken. Oh, heel veel staat niet eens hier. Hij is kapot, kut! Dat is AMB. Nee, politie mag geen AMB, wat is dit? Waar is mijn... Ja, woninggarage, kut. Charger pak ik dan wel. Oh, nou joh, kom maar. In en op water in. Hij is ook kapot! Domme. Oh, nou is hij met hem afgerond. Ik ga hem even hier naartoe voordat hij uitvalt. Ik ga het sowieso uitvallen. Oh. Het is aardig rustig vandaag. Is het zo dan? Ik zie toch niet mensen ronddraaien, dus Ik zie alleen jullie. En die auto's die ronddraaien, zie je die niet aan? Ben je blind of zo? Ik bedoel met spraakzame mensen. Nou, met spraakzame mensen? Ja, zo ze loopt ook de hele tijd te praten, die idioot, hè? Hey, dat is net voor nodig, joh. Waarom niet? Heeft hij nou die arme vrouw nog misdaan? Vertel dan. Ik krijg nog 5 euro van haar. Krijg je nog 5 euro? Ja. Ja, ik denk dat je snel moet zijn, want ik denk dat ze moeten wat overrijden. Zo mooi. Dan pak ik uit de broekzak, toch? Oh, dan ga jij zo te werk. Nee, dan wel, hè? Je steelt van een lijk. Oké, goed om dat te weten. Nee. Ze moet nog wel ademen, hè? Anders mag je niet stelen, inderdaad. Ja. Ik ga maar eens nuttig doen. Later. Yo. Oh, je bent een boy. Hoeveel geld heb ik eigenlijk nog? Zij kan mijn auto namelijk niet lang trek. Great. Hij is kapot. Ja. Yep, ik ga even een repackage kopen. Jo, succes. Jo. Ik weet niet hoeveel geld ik heb, joh. Allemaal mijn pincode zien, jongens. Hoppakee. Ah, 50k. Nee! Oh, ik moet gelijk even een ticket gaan maken. Dit is niet goed. Ik had iets van 120k op mijn zakelijke rekening staan. Ik ga nu een ticket openen. Nu. Dit is niet goed. Vraag. Ah, godverdomme, dan ben ik waarschijnlijk kwijt. Thanks, Renzo! Want ja, jij bent degene die mijn gang heeft weggehaald. Maar boeien. Ik vind het wel jammer. Hier, wacht, ik kan mijn transacties zien. 2k. Hier, gestoord virussen. Gestoord naar Kossa gestoord. Zie je, naar Kossa gestort. Hier weer gestort naar Kossa, gestort. Hier weer.
Dit is best wel kut. Rip mij. Waar is mijn chat? Mijn chat opent niet. Staat uit voor deze stream. Hoezo zit mijn chat uit voor deze stream? Hoe doe ik het aan? Oh, hij moet zo staan. Nou is goed, staat chat weer aan voor de mensen. Ja, chat is er weer, top. Kijkt ook weer binnen of niet? Ja, top. Mooi man. Ik ga even wat dingetjes doen die mogen. Maar eerst even een repair kopen. Is er geld eigenlijk in de stad? Ja, Bert fucking Verstegen, jongen. Als ik jou tegenkom, ik shoot je weer voor je waffel. Zijn die auto jatten en dan gaan we even kijken. Hier mevrouw, kom maar. Dank u wel. Uitstappen. Eigenlijk moet ik een schotenmoning laten doen, denk ik. Dan komen de mensen. Uitstappakee! Hey, heel raak jongens! Oeps! Onder de auto jij! Get the fucking wrecked! Da-da-da-da-da-da-da. Kogels door. Hierin. Hij zou dat wapen, als het goed is, ingeleverd hebben. Oeh, my baby! Yeah! Ik moest al het gewoon nog onder rekening zetten, dit. My baby! Hoppakee. Dat schatje weer terug in de kluis. Kluisje op slot. Kijk, als het goed is, hebben we hier nog een babytje liggen. Die zit hierin. Ja, mijn baby! 9 kogels. Ik heb reload eigenlijk.
Ik weet OEC dat Bert de rijtraining heeft nu. Ik zou echt vies op de auto willen shooten, maar... Ik kan wel een kijkje ervan nemen. Nog even trouwens wel eventjes. Kijk, we hebben altijd van die streamsnipers, hè. Als het straks iemand van deze weet dat er streamsniper wordt, dus leg maar 4 in. Omdat ik een work-up ban heb gekregen. De Jan streamsniper. Wat? Hoe noem je mij? Wie is Kevin dan? Kevin van Soest. Wie ben jij dan? Vraag maar. Ik weet even niet wie ik ben. Helemaal serieus. Trouwens, wat ik wel kut vind is, ik krijg geen... Ik heb mijn streams allebei open, maar ik krijg geen... Kevin, ik noem jou helemaal niks, want ik weet niet eens wie je bent. Wist ik maar wie je was. Ah, Piet. Ja, nou, ik wil niet zeggen dat je streamsniper bent. Maar, laat ik zo zeggen, ik ga het risico niet eens meer nemen met jou. Omdat jij, wat ik nog steeds best triest vind, puur een ticket maakt omdat ik jou had geshoot en jij waarschijnlijk een vuurwapen bij je had. Maar goed, ik ga er hier niet de discussie voor aan. Ik ben blij dat je in de stream bent, gezellig. Laten we het gezellig houden, joh. Ga er ook niet over praten. Je mag me trouwens even Discord berichten als je over wilt praten, trouwens. Ik wel hoor, best wel. Ik vind het alleen heel jammer, weet je. Maar dat boeit me niet, maar ik vind het alleen heel jammer. Je mag hierover praten in DM. Stuur me maar een berichtje op Discord. Kunnen we over praten. Ik vind het alleen heel jammer. Even kijken wat we Bert kunnen vinden. Want ik weet toevallig waar rijtraining wordt gegeven. Misschien kan ik hem pakken. Hey, maar Piet. Piet, vraag je, hè? Is jouw gang ook weg? Hoe rijdt deze agent, maat? Wat de fuck? Deze agent kan niet rijden, maat. Wie is dit? Is dat Bert? Als dat Bert is, jongen. Oh, dan gaat hij. Oh, dan moet hij gelukkig hebben dat ik geen kogels bij me heb. Wie is dit? Abu, jongen. Jij kan echt niet rijden, hè? Kijk hoe jouw auto eruit ziet. Oh, ja toch? Nee, helemaal goed. Fucking oud boy, jongen. Helemaal lijp gegeven. Waarom dan? Wat ben je nu aan het doen dan? Ik hoorde trouwens... Ja, maar Rens is al wat anders. Oh, zo. Ik werd zelf even, moet even opletten wat er wordt gestuurd. Nou ja, ik kan toch wel zeggen wat je aan het doen bent. Maar waarschijnlijk ben jij een fout geworden. 100 punten dat jij een fout bent geworden. Ik zie er namelijk wel voor aan. Of je een blad, dat kan ook. En jij een blad bent trouwens, om eerlijk te zijn. Sweep. Echt? Ja, maar... Mooi toch? Ik bedoel, als je gewoon een keer weg bij de politie... Laat ik zo zeggen...
leg al je wapens veilig, want als ze ooit een keertje denken van ja, we gaan even bij me naar binnen. Zou een beetje kut zijn, snap je? Ah, ik zie je er over aan om politie te worden, hoor. Ik denk nog aardig goed agentje kan zijn. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat je wel goed kan aimen. Als je snap wat ik bedoel. Richten. Het is een goede muziek, man. Is wel goede muziek, toch, of niet? Waar wordt politietraining ook weggegeven? Ik weet het niet meer. Maar hier, hier. Ja, dat is hier. Ik liep hier namelijk de vorige keer. Ik reed over die brug uit. Toen zag ik allemaal agenten. En ik hoorde shooting. Dus ik ging kijken. Toen werd ik bijna van mijn mik geknald. Door DSI. Ik denk als je met politie gaat, ik denk niet dat je politie moet zijn, ik denk dat je eerder Kamar moet zijn. Dan kan je tenminste veel schieten. Kamar zijn sowieso gekke mensen, man. Kamar zijn hele gekke mensen. Waar is ook weer de schietvereniging van de politie? Ik weet het niet meer. Oh, dat is deze. Zo, hoe ben ik schiel? En ik heb geen benzine meer. Ik moet zo tanken. Ik ga echt helemaal meer verkeerd, hè. Het is hier ergens, maar ik weet niet meer waar. Ik wist het ook niet. Ik zweer, ik ga echt alleen maar verkeerd. Laat ik het zo zeggen, als ik er niet moet zijn, kom ik er, en als ik er wel moet zijn, kom ik er niet. Het is bij zo'n boot, dat weet ik. Is het... Het is deze boot, zo, jezus, ik ben kouloos geel. Goddamme. Nou weet ik het wel, want ik kom van die brug af zien, dat weet ik nog. Misschien is Bert daar. Nou, wij zien niet. Waar zou Bert zijn dan? Ik wil mijn klap voor Smoe geven. Dat ik denk dat ik hem heb geschoten. Wat ik ook geweest ben, maar dat maakt niet uit. Dat hoeft de politie te weten. Ik heb hem hard geshoot. In zijn been. Ah, kut. Sorry, Giel. Giel, het laagschreven TV. Ai, boy. Ai, ik zie het nu pas trouwens. Ai, ai. Giel, het laagschreven TV. Enge naam. Enge naam. Je weet zelf. Community lid tegenwoordig, hè. Giel zit bij de community, mensen. Laten we de wereld overnemen. Iedereen, zet het laagste IPTV achter je naam. Kom bij de community. Er gebeurt iets met de chat, maar ik kon niet zien wat. Ah, ja. Oh, oh. Jesus.
druk hier. Ik weet dus wat geld is. Ik wil slaan. Ik wil slaan. Hey, geld. Kijk wat ik heb. Flip op pinkie, jongen. Is het geld? Is het geld? Is het geld? Is het Abu? Is het Abu? Abu! Ja. Hoe is het leven, jongen? Wat doei. Ik kom even aan de zijkant staan. Hé? Hey, kom even aan de zijkant staan. Nee. Waarom niet? De zijkant van de weg is één. Ja, maar je weet toch... Foei doei. Ja, foei en doei. Ja, je weet nog? Ik moet weten waar geld is. Ik moet weten waar fucking geld is. Ze gaan ergens heen, dus we gaan nu ook gewoon gas geven erachteraan. Waar gaan we heen? Ik wil weten waar we heen gaan. Misschien trainingsterrein. I know! Wie dacht er mij aan zitten? Wie is die agent? Wie is die agent? Wie is die agent? Wie is die agent? Abu! Ah, ik ga de motie parkeren. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Dat is niet helemaal de bedoeling, hè? Wat jij doet. Wat is niet helemaal de bedoeling? Ja, ja. Nee. Ik rijd te hard. Ik krijg een boete van jou. Ja, inderdaad. Ik heb te hard gereden. En schrijf me uit boete. Ik weet niet hoeveel euro. Artikel weet ik ook niet. Schrijf me gewoon uit. Want ja, ik heb te hard gereden. Inderdaad. Was niet per se dat ik er direct een boete voor uit wilde schrijven. Nou ja, ik heb wel fout gedaan. Als jij geen boete uitschrijft, dan krijg jij straks een probleem. En dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Ik kan u er ook gewoon op attenderen dat u een normale snelheid gebruikt. Ja, maar die heb ik al vaker gekregen. Dus technisch gezien moet ik nu een boete krijgen. Nou, als u een boete daarvoor wilt, dan krijgt u dat een boete. Ja, ik wil een boete. Mag dat? Dan zou ik graag een ID-kaart willen zien. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ik wil een boete, want ik verdien die boete. Het gaat nu in dit geval over gewoon een boete van 10 km te hard rijden. Ik heb namelijk niet per se kunnen klokken. Maar ik weet wel dat u meerdere malen snelheid heeft. Ik reed geloof ik 200. Ja, daarom. Nou. Ja, dus dan ja, maar 200. Ik kan het niet bewijzen meer. Dus. Oké. Okay. Dus dan wordt een boete van 900 euro, die wordt niet thuis gestuurd op de achterkant, krijg je niet bezwaar. Ja, ik ga niet bezwaar, want ik ben fout geweest, jongen. Geef maar gewoon die boete. Ja, dat is en dan wens ik u nog een fijne dag natuurlijk en werk ze nog. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de boete. En trouwens, mag ik wat vragen? Ja, je mag wat vragen. Waar is Bert? Dat weet ik niet. Oké, tot ziens. Wilt u uw idee niet, Bert? Jawel, maar ik... Heb je toevallig los geld? Ik ga niet heel ver komen namelijk, met deze tank. Ah, hoeveel heb je nodig? Oh, laat maar, ik heb 27k bij me blijkbaar. Nou, hier krijg je in ieder geval je ID-kaart, toch? Ja, dankjewel. Ik denk jouw motor ook even bij hoor, wacht even. Ja. Die bij jou is bijna vol. Ja, uitval, ga maar door. Nou, dan heeft u hier de ID-kaart terug. Ja hoor, en nu even een volle tank terug. Heel erg bedankt. Ja. Houdoe hè. Fijne dag. Hey, ik ga nu de meest aardige persoon zijn op de wereld om het geld politie. En dan schiet ik het nou voor ze met waffel. Ik had blijkbaar gewoon 27k. Ik was helemaal vergeten dat ik geld bij me had. Lol. Wat zou er gebeuren als ik hier trouwens een level 4 motor in zet? Of een turbo? Dus die gaat al fucking hard.
Roemig. Die agent moet niet achter me aankomen. Open, open, open. Weg hier. Woe. Turbo. 27k. 27k. Duur, man. Hoe duur is het trouwens engine? 69k. Ik wacht nog steeds op een refund van mijn gang. Kevin, een goede gozer. Ook al mag hij niet in de stad, mag hij wel in de stad. Ik mag iedereen in de stad. Niemand mag mij in de stad. Wat boeien. Ik kan gewoon goede muziek aan zijn, daarom. Dat is Kevin. Hey Ambu. Hey Ambu. Ja, Ambu. Ambu, hoe is het leven? Prima. Ik moet even geld storten, 2 seconden. Misschien is hij in het noorden trouwens, juist rijden in het noorden. Ik zie mijn chat even springen, maar ik ga even snel mijn chat lezen, want er gaat iets fout. Bella LB en voor de rest wordt en in de YouTube chat wordt niks gezegd. Oké, top. Ik heb er nog steeds niet gezien hoeveel goud ik heb, dat is wel zo cool. Na 42k, dat is wel een goede begin. Ik ga met Noorden checken of geteld daar is. Maar hij kijkt mijn stream, dus hij kan me ook gewoon ontwijken nu. Dat is gewoon heel kut. Maar dan kan ook weer niet, want hij is natuurlijk waarschijnlijk rijtraining nu aan het doen. Wow! Ik denk bijna eventjes. Hij gaat nu al 230. Met een level 5 motor, hoe hard gaat hij dan? Ik vraag me dat echt af. En ik kan pompen, jongen. 236. Pompen, jongen. Pompen. Ik weet niet of jullie dat horen. Pop, pop, pop. Maar dat deed ik met mijn mond. Kijk, IC weet niet dat ik Bert rijtraining heb, hè. Maar ik zoek gewoon politie op. Dus zoals voor mensen die willen weten waarom ik nu in één keer random politie zoek. Of Bert zoek, geld zoek. Ik zoek politie op. Ik wil politie irriteren. En ik wil niet Bert voor zijn waffen schieten, maar hij is waarschijnlijk met rijtraining bezig. Althans, als hij die niet al gedaan heeft, van de week. Maandag of zo. Maar ja, hij moet toch ergens zijn. Misschien zit hij gewoon nog bij het politiekorps binnen te praten gewoon. En dan ben ik voor niks aan het ronddraaien. Weet ik ook niet. Hey. Kleine zus wat hij daar deed, maar goed.
Lekker muziekie. Lekker toeren in de stad. Hey, dikke jonderen, jongens. Dit is weer wel een zandpad. Dit is weer een stenen pad. Het is een half zand, half stenen pad dit. Ik moet wel een beetje op mijn rijstijl letten. Want ongeacht dat er een klein beetje zand te weg ligt, kunnen ze het weer backrunnen, hoor, heel hard. We gaan even lekker naar Polito toe. Niet op deze manier. Wel op deze manier. Hoppakee. Misschien kunnen we een evenement starten hier in de stad. Gewoon een stoppetje met mensen spelen. Zo lachen. Ik weet niet, kan wel. Is er ambu? Er is één ambu, ja. 1 Kamar en 0 ANWB'ers. Want waarom zou er een ANWB'er in dienst zijn, hè? Die gasten hebben toch zo geen leven, hè? Als ik wil, kan ik zo ANWB'er worden, maar ik heb geen zin in. Ik moet mijn pimpa's inleveren. Althans, niet inleveren, maar je snap wat ik bedoel. Ik kan niet meer eventjes rondrijden en voor z'n waffen schieten als je wil het doet. En dat is toch wel echt het leukste van de stad. Oeh, dat ging bijna mis. Dat is trouwens heel slecht met de snelheid. Hij is van mij verpest, man, die motor. Hier doorheen. En haha, jullie dachten allemaal dat ik rechtdoor zou gaan, hè? Ja, zeg maar gewoon eerlijk in de chat. Zeg maar gewoon eerlijk, jullie dachten allemaal dat ik rechtdoor zou gaan. Oeh! Dat was niet de bedoeling. Nu weer maar allemaal doodgereden. Ik ben nu blind en schrijf. Zo. Wat heb ik? Wauw. Ik doe wel gewoon. Nou, ik doe heel even zo'n motor op slot. Wat. Dan hebben we dat weer. Dat is even puur omdat anders wordt het lekker gejat. Ik doe wel gewoon op mijn arm gebroken is, joh.
ga even niet open trekken. Honky. Die hardste wat zachter zitten. Of een tikje zachter. Hallo meneer. Moet u mij horen? Kun je die herhalen? Meneer raakt buiten bewustzijn, heeft meerdere bloedingen en zijn been ligt een beetje gek. Ze hebben pijl! Jezus! Echt met veel. 1. Hij heeft gewoon nog een harde slag. Ze hebben 5! 5 man sterren! Ik heb wel vast op zijn arm even een tourniquet gebracht, aangezien dat het bloedig was. Meer heb ik niet ervoor, dus dat moet de ambu dan doen. Ja, hij heeft ook nog een bloeding op zijn borst. Maar... Ik ga nu nog. Ja, doe knel op mijn lichaam. Ja, hij is in principe nog wel gewoon redelijk stabiel. Maar... Is ambulance al onderweg? Of? Ja. Oké. Ik pak even een hesje uit. Dat is oké. Ja, hij is in principe ook nog redelijk stabiel. Dus we hebben wel de tijd. Hij is nog wel aan het bloeden. Dus. Toen ik het op een schaaf vond. Volgens mij is zijn been ook het meest. Volgens mij was het zijn rechterbeen, maar ik weet niet zeker. Ik kan het niet helemaal goed zien. Ja, ik kon het niet zien aan die duif die daar lag. Of aan wat dat er was. Gewoon een been is gekneusd. Ja, bam. Die foto's kunnen alles gekopt worden. Ja, zeker als je op een motor zit, dan is dat wel heel gevaarlijk. Je raakt niet je evenwicht kwijt natuurlijk. Fanny! Wat is er? Ben je net een vogel aangereden? Nou, ga jij maar even CPR op dat beest doen. Dan gaan wij even van de dieren. Ga je maar een CPR op jezelf doen, dan ben jij nog steeds aan het bloeden, of niet? Wow. Ga eens even een ambu zoeken, je pakt bang, je hoofd, bang armen, benen. Ik ben bang voor de dochter. Jezus, ambu. Jij bent dus nog slechter aan het doen dan deze kerel. Bang voor de dochter. Vooral als ze in dit aankomen rijden, dan ben ik helemaal bang voor de dochter. Ja, hij heeft een gebroken arm, gekneusd been en een gat in zijn hoofd. Hij is in principe nog redelijk stabiel, dus Dat is wel zorgen dat de bloeding in het best kan. Ja. Meneer heeft tijdens het motorrijden een gevogelte gekopt. Dus toen is hij waarschijnlijk uit balans geraakt en toen is hij terecht gekomen. Ik zal even... Ben ik in de tent? Ik zag daar ook wel een vogel in liggen inderdaad, op de weg. Ik heb geen vogel geraakt, ik heb een motorkap geraakt. Een achterkap van auto geraakt.
heb David nog nooit ontmoet. Nee, Ere? Nee, maar dat is ook geen persoon, dat is een bedrijf. Ik heb nog nooit gehoord van een bedrijf. Geert gaat naar David om alle shit te regelen voor ons. Een soort inkoopbedrijf. Ja, nou, zeg maar. Weet je wat je wel? Hallo. Ik moet heel even mijn moeder appen. Ik vind het. Zijn moeder appen. Dat doe ik ook wel eens. Nee. Hoe gaat het met meneer? Ik ben nog bezig met zijn verwondingen. Hallo. Hallo. Alles draait. Het is ook niet zo raar als je een ongeluk hebt gehad. Waar? Hier. Wanneer? Net. Meneer, het ziet eruit dat u een vogel heeft gekocht. Het enige wat ik weet was... rode auto, breakcheck en ik boom. En toen werd alles zwart. Oké. Okay. Het is ook niet slim om geen helm op te doen, hè, als je een motor zet. Blup, blup. Blup, blup. Hij heeft mijn auto het water in gegooid! Nee toch! Maar meneer, hoe gaat het verder? Draaien. Gaat alweer wat beter, zie je alweer wat? Ik zie alles draaien. Is dat politie? Dat is zeker politie, ja. Meneer? Yeah. Ik werd gebreakcheckt door een rode auto. Gebreakcheckt door een rode auto? Geen rode duif? Nee, een rode auto. En toen viel ik... heel hard onderuit. Oké. Zag ik wel een vogel liggen. Ik weet niet of die rode auto een vogel heeft geraakt. I mean, hoe kan die vogel daar liggen als ik hier lig? Ik heb geen idee. Dan zou ik in één keer door magische wijze teruggevlogen moet zijn hier naartoe. Nou, doorgevlogen. Je raakt hem en dan... ja, maar we gingen richting de stad, hè? Oh. Dan is het inderdaad... maar, hoe kan jij... oh ja, jij bent van hier omdat je die motor bent gevonden die motor blijft doen. Ja. Oké. Okay. Maar je voelt je verder nog oké, joh. Hè? Ja. Naast je hoofdpijn. Mijn arm. Arm. Wat is er met je arm aan de hand? Kun je hem bewegen? Nee, hij is kapot! Een beetje te zeker. Hè? Weet je dat heel zeker? Meneer de ambulancier. Ja. Ik heb een specialistische vraag voor u. Mm-hmm. Ik heb al een tijdje een sneetje, maar ik durfde niet naar de dokter. Maar nu zie ik water. Komt dat? Omdat je mogelijk heel veel bloed al bent verloren. Ik zei het ook al tegen maar hij wilde niet luisteren. Hij is zeg maar eigenwijs. Beetje liefde, maar ik ga even zitten. Ja, ga jij maar even zitten. Je bent heel veel bloed aan het verliezen, maar... en dat kan mogelijk hele slechte gevolgen hebben. Zal ik een tourniquet om zijn nek doen? Dan weten we zeker gaat... dat meneer helemaal geen pijn heeft met een noodpijn. Ja, doen! Kom, ik help je. Blijf er met je tengels vanaf. Mijn arm werkt niet! Kom maar even zitten, meneer. Mijn arm werkt niet! Nee, je gaat wel even zitten. Kan je mijn arm maken? Gaan we daarna regelen, ja? Want hij is
Zie je het? Ik kan hem niet optillen. Ik heb hem niet zo'n pijnstuk gegeven. Nee, we kunnen hem wel in slaap brengen. Nee. Nou, ik zou niet meteen deze. Zit je arm in een spat. Je hebt geen pijnstillers? Ik weet niet, maar het zijn pijnstillers. Het zijn de pijn. Mijn water is gestolen! Kijk, okay, nou, deze jaar krijgt een hoop bloed erbij. Ja, dan mag je zo vet weg. Voel me een stuk beter. Abboe! Laat me zeggen, ik zie op mijn netvlies in plaats van heeft heel veel bloed verloren, heeft een beetje bloed verloren, dus dat is niet kampen. Nou, hij had ook iets al een Snow! Kan ik ook spreken? Ik was net Abu aan het achtervolgen. Ja, omdat ik dacht dat het Bert was en ik wilde Bert zoeken. Die is ook politie nu. En waarom heb jij Bert nodig? Ik wil met hem praten. Waarom? Omdat hij zo boos tegen me deed aan de telefoon. Dan bel je hem. Ja. Maar je gaat niemand achtervolgen. Maar goed, ik ging dus Abu achterna, maar hij was richting het bureau. Maar Abu heeft 3 auto's aangereden, een paal omver gereden. En u bent ook... Ik reed wel normaal, zeg maar. Maar u ligt hier wel op de grond, toch? Wat is daar gebeurd? Zou ik dat eerst even mogen vragen? En heb je hem! Door wie werd jij geprikt? Die daar, die auto daar, die rode! Nou, we hebben net met mevrouw gesproken, ze ziet er niet uit als een duif. Ik heb geen duif hangen, ik ben gebreekt door een auto. Nou, we zien daar allemaal een duif op de weg liggen, meneer. Gozer, als ik vanaf Polito, naar daar rijd, hoe word ik de duif raak dan? Leg uit. Nou, u reed daar en toen bent u geschuift, onderuit. Ja, en dan ben ik teruggevlogen hier naartoe, hoor je zeggen, ja toch? Nou ja, je bent van de motor afgevlogen, maar daar hoef je je niet voor te schamen. Nee, maar als je van de motor afvliegt, schuif je door. Je gaat niet terug. Hiermee, ik kwam tot zo en dan... Als dat bij jou gebeurt, dan ben je echt niet goed, maar Abel moet nieuwe rijtraining krijgen. Nou, ik denk dat u een beetje last van uw hoofd heeft. Nee. Maar meneer, u hoeft zich er niet voor te schamen, hè, dat u hij heeft nu geen bloed meer. Jezus. Meneer de Ambu, kunt u Snow in slaap brengen? Hij is vervelend. Hij zegt tegen mij dat ik een duif aangereden, terwijl we net erachter gekomen dat ik geen duif heb aangereden. Ik ga niemand in slaap brengen, tenzij het echt moet. Nou ja, ik denk dat Snow een hersenoperatie nodig heeft. Nee. Meneer begint zijn moeder dat hij ondersteboven is gevlogen door een duif, begint hij af te reageren op mij. Dat is niet erg, meneer. Maar ja, jij bent niet goed bij je hoofd. Hey, fijne avond. Ik ga rijden met een gebroken arm. Doei. Taxi bellen. Ziekenhuis. Als meneer niet wil, dan wil meneer niet, hè? Is de arm dan? Ja, dat is zijn eigen keuze. De taxi neemt niet op! Wil je niet gewoon even voor een check even mee? Met de ambulance. En mijn motor dan? Zorgen wij dat hij bij de ziekenhuis staat. Die stopt tot los. Die motor is niet tot los hoor, zeker niet. Sleep hem af voor je. Kan jij hem naar dinges brengen? Nou ja, ik ga het vragen aan een collega om te doen, want ik rij zelf niet. Maar... Ik weet wel een makkelijk maniertje. Wat? Slash inbound. Nee. Nee. Ik zei toch, Alkmaar zijn hetzelfde. Kijk, nou is die weer een heel stuk beter voor je. Abu. Oh, dus nu ga ik het wel weer overleven. Dat was geen zekerheid. Ik heb hem even open gedaan. Ja, ik
mijn collega zit hem achter in de bus en die levert hem af bij het ziekenhuis. Ja. Wel echt doen, hè? Want ik wil hem wel zo meteen weer hebben. Ja, dat komt goed. En andersom... Oké, kom aan, Bu. Doet wel pijn, hoor, nog. Het was niet pijn, het zeer. Oh, ik kan niet achterin, blijkbaar hier. Nee, dat is niet. Waar is die motor? Waar is die motor? Waar is die motor? Ja, dat zie je een stuurt ding, ik dacht het al. Things. Gaan we hier naar Sandy's? Ik heb geen gordel, pas op! Is je eigen schuld dan? Nou, ik wil nog langer leven dan vandaag als het mag. Ik wil een motor wel of zo weer, ja? Dat is niet aan mij. Nou ja, als ze hem geïnpouwd hebben, is het probleem met mij. Waarom doe je steeds... Blijf van de knoppen af. Ik doe dat niet. Dat ik was even... Wel. Nee, want ik was in mijn hoofd bezig. Ja, maar als je naar je tweede... als je naar je tweede ding gaat, dan druk je op de Alt-kier. En de Alt-kier zijn de sirene. Oh, sorry! Maar waarom mag ik die knop... Waarom mag ik het lichtjes en de muziekjes niet aanzetten? Omdat het dus niet nodig is nu. Nou. Sometimes you need to be a bit en, naughty. En voor de duidelijkheid, er is een nieuwe regel. Je mag niet meer in je hoofd zeggen. Oh, wat? Leeg maar goed voor de gemeente app. Waar? Wacht, waar? Mededeling.
Oh ja, ik heb het ge... Ik heb het gelezen, man. Let's go. Nou, het staat niet in, ik heb hem niet open laten. Dat is echt een armoede gebroken. Oh ja, je motor staat al voor. Oh, yo, gek. Je motor is al voor niet. Op naar de tandarts. Jij. De rechterarm zei je? Ja. Nou. Ja, oké. Nou, dan ga ik hem verdoven. Want laat het verdoving zijn. Ja. Nou. Kunnen we niet. Kun je me niet slapen? Want ik ben bang voor dat ze zien. Ik zei toch, het is een plaatselijke verdoving. Ja, maar ik moet slapen, want ik vind het eng om te zien. Ik weet even niet welke dat is. Ik heb twee opties. Wat dan? Het is of fentanyl of morfine. Eén van beide is dodelijk. De ander zorgt dat je gaat slapen. Nou, morfine geef je is een pijnstiller. Dus het is waarschijnlijk die andere. Goed, op jouw call dan, hè? Als je daar dood bent. Zeg Bert dat hij een goede broer is. Oh jee. Ach, we moeten het geprobeerd hebben, toch? Nee, maar het is heel grappig allemaal, hè? Nou, jij gaat nog uit. Hoe weet je dat? Omdat ik gewoon zie dat jouw hartslag normaal blijft. Dat je bewust dat is. Ja, ik ben nog aardig aanwezig, jongeman. Ja, maar op een gegeven moment is het in één keer weg. Weet je dat zeker? Uh-huh. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar dat brengt me maar aan het uithalen. Je hebt gewoon heroïne ingespoten, hè? Of niet? Nee. De agenten mogen komen hoor, hij heeft heel veel heroïne erin zitten. Maar er gebeurt niet zoveel. Nee. Terwijl ik het er echt in heb gedaan. Niet zeker? Ja. Nou ja, ga maar gewoon, doe dan maar je plaatselijke ding. We zien we zo wel op een keel gaf zo. Nou, gaan we het zo zien. Nou, een goede ding. Gaat de verdoving aan het openmaken.
Zo. Dan. Even het balkje erbij. Of dat het hier recht zit. Zo. Doen we gips eromheen. Zo. Dan kleden we dan kan meneer weer mee richting de uitslaapkamer. Ik zei ook niks. Nee. Yo, als ik een rang omhoog ga. Het was een grap. Ja, is goed. Het kan mogelijk alleen een keer zijn als de brandweer en ambu tegelijk nodig zijn. Ja, oké. Okay. De auto heb je. Gaat de motor daar nog steeds voor? Mooi. De motor staat nog steeds voor. Ja. Hier zijn je kleren. Dan kan je die ook aantrekken. Ja, die staan weer lekker in zitten. Was het goed, hè? Mooie schoenen heb ik, hè? Mooie schoenen heb ik, hè? Of niet? Mm-hmm. Kom maar mee, Pennen. Oh, ik mag weer naar huis. Mm-hmm. Oh, dat is snel. Werkt mijn arm weer? Ik ga niet slaan, Pennen. Maar ik ga je niet slaan, rustig. Ik ben een hele goede gozer, toch? Dat weet je toch? Mm-hmm. Ja! Nice! Woehoe! Mijn slippie zit er nog in. Mooi. Hey, omdat jij me zo goed geholpen hebt, wil ik wat voor jou, jongen. Hm. Kijk eens, alsjeblieft. What the fuck? Je kan hem gebruiken, wist je dat? Ja, maar dat ga ik niet doen als ik in dienst ben. Nee, gebruik is? Er gebeurt toch niks. Je gaat alleen dorst krijgen. Een beetje. Hier heb ik hem. Kijk, ik gebruik hem. Kijk. Oh, nu heb ik dorst. Oké. Okay. Heb je water? Nee. Rup. Hey, laters. Ik heb hier nog een leuk speelgoed liggen, jongens. Ja. Kijk hoe we Bert zijn wagen tegenkomen. Oh, ik ga zijn soort zijn kremkamers doorknippen als ik Bert tegenkom. Hè. Op Abu, Bert op Abu. Oeh, nog ben ik weer in het ziekenhuis. Hey, ik wil mijn leven bij flitsen. Woehoe. Gast erop, hop, hop, gast erop. Op gas erop, flitsmeister! Op gas erop, flitsmeister! Op gas erop, flitsmeister! Flits, 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 flits. Flitsmeister! Outsider is echt een goede DJ.
gaan even kijken of Bert op Broek Park staat. Helemaal niemand hier zo. Zijn ze nu op de haven misschien? Wie weet, mijn lamp is wel... Ik weet wel knap dat mijn lamp kapot is gegaan, terwijl... mijn lamp veel ver van mijn voorwiel vandaan is. Maar goed. Zullen we GTA Fitzek zijn geweest? Pinda dat je er bent. Als ik je vind, hè, ik knip al je 9 remkabels door. Oh, wacht, je hebt er maar 4. 2. 4. 2. Weet ik veel. Je hebt remkabels. Daar gaat het om. Ja, 2. Ik weet het niet. Het zal wel. Ik weet helemaal mijn muziek, man. Hey, geld. Nee! Hier is toch, nee, hier is niet. Mijn motor gaat zo meteen roken. We zijn met B in de stad, dus nu zitten we naar bij B. Aan B2, niet mijn rijder spreekt. Dankjewel. Dankjewel. Oh, weer. Wil geld Bert schieten als die er is. Hoe erg dat zou ik nu gewoon daar naartoe zou rijden, hè? Maar dan gewoon dat je de 6 kogels op hem schiet. Dus daar heb ik allemaal geen doorheen staan. Ah, waarschijnlijk ben ik dood, maar het is wel leuk. Maar we gaan het niet doen. Waar de fuck is Bert? Dit eigenlijk. Ik weet nog niet wat dit is. Zo. Ik ga zo weer stuiten met mijn motor. Dan zie ik. Ga ik weer onderuit. Wel dan, Giel. Dat was heel dichtbij. Je moet je koude pinda. Kijken. We kunnen ook gewoon de winkel weer starten. Gewoon shooten in de winkel. Komen ze vanzelf op met z'n allen. Denk ik. Hoop ik. Hoeveel plus agent ben dan? 8. Was Bert er nog gebouwd? Dat is tegen met 33. Hij is zo. Ik ga gewoon een kogel los op, denk op het politiebureau is wel mooi, denk ik. Thank you.
Ik ben ook moe. Iedereen is nu bezig met allemaal dingetjes, maar ik zie ambu wel rijden, maar ik zie geen politie. Waar zijn ze allemaal? Alsof ze gewoon van de horizon zijn verdwenen. Dat is gewoon bizar. Alsof ze gewoon geen politie is, maar ik weet wel of mijn auto er plomp in is gegooid. Met helaas wat erin zit. Met mijn fucking wolk. Ik weet niet of ze mijn wolk gepakt hebben. Waarschijnlijk hebben ze wel mijn water gepakt. Maar boeien. Ja, dat heb ik ook ooit van iemand. Heb ik ooit... Kevin! Je hebt mijn auto in het water gegooid van het water dat ik van jou gestolen had. Heb je water teruggestolen? Ik hoop het wel. Ik vind het wel grappig dat ze gewoon... Kijk, weet je het is? Mijn auto is kapot. Dus hij heeft waarschijnlijk 1500 euro betaald om mijn auto te laten repareren. Om vervolgens weer kapot te maken. Puntje bij paaltje. Uiteindelijk kost het me toch 500 euro. Boeien, je mijn auto in de pomp gereden, maar ik kom wel een mooi team. Kijken waar die is. Ik zie hem niet. Ik weet niet waar het ligt. Zo wel. Ik heb ooit Kevin's auto water gegaan. Hij moest me een keer terugpakken. Goeie gozer. Mag hem wel. Even reageren op zijn dingetje trouwens. Hoe je dat die auto in het water lag. Kost hem toch al 500 euro. Maar nou, die staan dat er nou het water al ligt. Alleen dat ik hem tegen had gekomen, ik heb voor zijn bek geschoten, maar goed. Veel bitches, zie je? Dat is echt zo grappig, er zijn veel bitches in de stad. Die allemaal denken dat ze alles zijn. Nog een mooie foto, de berg.
Ja, toch deze, blijft dik. Ja. Blijf dik. Waar zal Bert zijn? We gaan eens een kloertje nemen. Waar zou Bert zijn? Waar is Kjeld? Domme. Even nieuwe kleren kopen. Hey, op. Je hebt me ook nog een bowlingbaan in de buurt, maar dat weet ik niet zeker. Oh, toen heb ik mijn maskertje op. Nou, dat doe ik wel een andere keer. Laat toch over de grap daar naar binnen lopen, kijken of er mensen zijn. Waarschijnlijk is er toch niemand. Waar is het dan ook alweer? We are the music makers. Oh, hier is Bowling. Hey. Handig zo'n het wordt Bowling door de muur heen. Wie zit er nou überhaupt? Wie is dat? Kom bekend voor die guy. Ga even mijn ding muten, ik ga met ze praten. Even mijn ding muten zo. Hallo. Hallo. Wie zijn dit? Ja, wie zijn dit? We zijn bekend. Nee. Wie zijn wie? Hoe bedoel je wie zijn wie? Wie ben jij? Levi? Wie is hij? Siebe. Oh, hoi. Wie ben jij is de vraag. Dat maakt niet uit, maar waar is jullie derde persoon? Jullie waren toch... Oh, heeft hij hetzelfde als wat ik heb? Ik zie haar niet. Ja, ik zie haar af en toe wel als ik net mijn dingetje goed heb, zeg maar. Ik denk dat je masker over je neus heen zit of zo. Ik zie hem wel gewoon. Ik zie haar niet. Ik heb denk ik hetzelfde wat jij hebt. Maar hoor je er wel? Nee.
Oh, nee, dan moet je eventjes... Oh, nu wel. Ik heb hetzelfde issue met hem als... Heel apart. Nu zie ik hem wel. Hallo? Hallo? Zie me nou, Luke. Ja, ja, komt ie. Wacht even. Hallo? Dit is heel raar. Oh, nu ben je weg. Heel apart. Maar hoor je haar nu? Af en toe. Als ik haar zie wel, anders kan ik ze niet. Dan moet je heel even naar binnen en naar buiten lopen, denk ik, alle twee. Oeh, dat is een goeie. Oh. Hey, ik zie je. Hoi. Hi. Ja, nu zie ik je wel. Oké. Okay. Domme, dit is heel irritant. Zit ik er nog? Hey, maar wie zei nou dat je was? Denk het. Oh, weer zo'n split, wie, man. Wie was dit? Levi. Ik zie er weer niet! What the fuck? Ja. Ja, nu kun je... Ho! Ik sloeg iets. Wat sloeg ik? Ik zie echt niks. Ik mag geen geintje. Ik sloeg iets, maar ik weet niet wat. Sloeg ik jou? Ja. Nee, niet meer. Slechte warp. Oh, ik sloeg je maatje per ongeluk. Maar als je ons wil laten bowlen, zou ik fijn vinden. Ja, precies. Ja, sorry, ik wil wel gooien. Ja, smijten ze. Oké, weet je wat? Ja, die was nice. Nou, komt die. Hey. Sper dan. Was dit mijn beurt? Ik herinner jou nog. Sper. Levi. Oh, precies er tussendoor. En Jackie met de goal. Wat? Ja, je hebt toch gescoord tussen de twee ballen? Ah, sorry. Ik had het weer tegen mezelf. Bro, heb jij op cruise iemand leren kennen? Of ze zit wel in je hoofd, hè? Ja, nee. Ik zou je er niet aan herinneren. Anders loop ik weg. Oké, gooi nou maar. No look, komt hier. No look. Wacht hoor, moet even... No look rassas. Ik moet mijn skills weer boven halen. Hoe dan? Man gooit gewoon weer strike, no look. Hoppakee. Nou, ik ben toch in iets goed dan, iets beter dan mijn leven. Nou, deze dan. Zo. Yes. Lekker. Doet die even. Ik ga heel even zoiets vragen aan een andere streamer die ook nu live is. Die staat zeg maar in dezelfde building als mij op dit moment. En ik wil even iets weten van haar. Dus ik ga even wat vragen, gewoon puur. Godverdomme. Ze hebben daar een probleem van, maar wacht even. Ik ga even hier een mute weer. Meneer. Hey man, kom even naar buiten toe. Even 2 seconden. Oké. Okay. Ik was namelijk iets even aan het vragen aan personen. Ja, vindt u het erg om uw masker af te doen? Binnen wel. Hier niet. Hoezo hier niet dan? Misschien moet iemand daar zo nog eventjes iets een paar klappen moet krijgen. Daar zo.
die daar binnen zit. Yep. En dan wil ik je toch voor verzoeken dat u ergens anders naartoe gaat. Waarom? Ik ben gewoon aan het bowlen, toch? Mag toch? Ja, maar u geeft ik was aan het bowlen, alleen ik wil iemand nog klappen geven. Maar ga ik het doen? Nee. Ja. Maar mag hij mijn gezicht zien? Nee. Dat is het gewoon. U bent daar in een openbare ruimte. Mm-hmm. Daar mag u die gezichtsbedekkende kleding niet dragen. Ja, en dat ik een paar tikken geef nu? Dat is al goed. Dan is het gelijk klaar, dan hoef ik ook mijn gezichtsbedekkende kleding ook niet meer op te doen. Nee, ik wil je gewoon verzoeken dat u dan ergens anders naartoe gaat. The job is awesome. I love ik blijf hier staan, wacht even. I think he'll promote me. Alex. Zeris. Kun jij via baan blijven staan? Ik heb nog binnen wat vragen. Ja, sure. Oké. Oh, ik moet weg, sorry. Ik moet zeg maar iets doen, laat ik het zo zeggen, dat is, hoe moet ik het zeggen, ja. Laat ik zo zeggen, Kavia vraagt me om iets te doen. Dat moet ik zeggen. Precies, als je een secondje hebt. Dan ga ik weg, ja. Is die man vrij om te gaan of niet? Hij wil vertrekken namelijk. Mhm. Oké, nou, u kunt gewoon gaan. Prettige avond. Vanavond. Hoi. Ik ben pas terug van reis, dus... Of niet waar je vanaf weet, Levi. Ik heb geen idee. Ach ja, misschien. Oh, Jane heeft weer de grote verdwijndruk gepoeld. Ik sta hier nog steeds, maar oké. Okay. Ik zat even te kijken bij haar. 2 seconden. Maar ik zat iets te vragen in de chat. Maar voor de mensen die horen, ik kijk inderdaad uit de stream nu even 2 seconden. Maar goed. Dat is geen streamsnipen voor de mensen die anders weer gaan huilen. Ik zat bij een chat te praten. En ik zat even uit te praten, iets te vragen. En nou klik ik er weg. Voor de mensen die het willen zien, ik klik hem weg. Hoppakee. Ook voor Renzo, ik was alleen iets aan het vragen. Dan weet je dat. En andere stafleden. Die de stream kijken. Mijn stream. En haar stream. Ik hoorde namelijk vaag, toen ik haar niet zag en wel zag, hoorde ik haar zeggen iets over, kan je weggaan? En ik wist niet even niet hoe ik dat precies moest opvatten. Daarom even vragen. Kan je hier ook wel wat looten? In die stad, ik was even... Kan niet. Ik hoorde namelijk hem shooten! Levi heeft namelijk nog een keer bitch chat gedaan, dus die moest ik ze nog een keer pakken. Ik dacht, schiet hem gelijk daarvoor zijn waffel, maar... Oh, het stond maar 91k op die rekening? Wat?
Ik ben 2 seconden even met Moa Cavia aan het praten. Monsieur Cavia? Hallootjes. Hallo. Hoe is leven hier zo met iedereen? Ja, rustig. Ja?
Ja, nog wel. Mooie gestolen auto, jongen. Welke? Die. Die Ford? Mm-hmm. Die is niet gestolen, hoor. Die kun jij niet betalen. Ze zei, nee, die heb ik echt wel betaald. Gaat deze Jochem Meijer bij jij slapen? Hé, goed, zet het er maar even uit. Ik zal het niet te vaak doen. Waren jullie Jochem Meijer aan het luisteren met z'n tweeën? Wat? Ik hoorde Jochem Meijer ineens. Ja, ik weet van niks. Nee, oké, okay, ja, maar er staat iemand naast je met een bodycap, snap je, vanuit daar. Dat hij even moet oppassen. Ja, hier ook. Maar die auto is van mezelf, hoor. Ja, mooi. Mooi, mooi. De bank van nacht. Je mag weer slapen op de bank van nacht. Je mag weer slapen op de bank van nacht. Ik ga die tag benemen, denk ik. Die tag denk ik het best om hem te vuren. Schiet sneller. Ja, ja, ja. Is wel een risico, hoor. Ik zeg je eerlijk, het is wel een risico. Oh. Ik vind het wel eng. Maar goed, leven is niet leuk zonder risico's. Geld vermoord, maar als ik ook kwijtraak, yo. We trekken gewoon dit pakje aan. Dit pakje kent niet iedereen. Dat doen we gewoon zo. Ik heb goed contact gehad met iemand. Het leven gaat zo hard laag, hè? Dat vind ik heel mooi. Cool. Je weet wel echt snel als hij nu net weg is daar. Even wachten hoe de politie daar niet staat. Dan is het probleem. Maar ik zie haar niet, dat is heel kut. Zij kan het dus op de politie waar ik haar niet zie. Bij de politie wel in de buurt. Het is echt een groot risico, hè? Maar ook moet wachten tot ze naar buiten lopen. Zijn ze überhaupt nog? Zijn nog wel. Ze zijn er nog wel. Ik weet niet wanneer ze weggaan.
wil tanken. Waarschijnlijk horen ze mijn motor ook alweer er binnen. Ik kom eigenlijk gewoon nu gewoon shooten gelijk, man. Maar ik weet dat als ik hem ga shooten, dat de politie weer komt. Dan ben ik een fuck, en dan word ik... Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik ben echt een moeilijke. Levi is wel flikkertje die ik nog moest hebben. Ja, maar wanneer kom je nou een keertje in de stream? Ben je nog in de stad? Ja toch, Bert. Bert, je hebt zo meteen even een leuk jobje, jongen. Je mag Levi van de grond gaan schapen zo meteen. Een hele goede morgen. Hallo? Yes, hallo, zeg het eerst. Hallo, agent Versteeg. Waarom bel je me? Nou ja... Ik heb meerdere keer gebeld, maar ik kon niet opnemen, wat is er? Nou ja, omdat ik nog steeds een beetje... pijn in mijn hart heb, omdat jij zei zei dat ik jou iets aan heb gedaan. Was je kogel nodig dan? Wat bedoel je? Welk kogel? Wat bedoel je? Goed, hè? Als jij het niet, dan was het even voor je maatjes. Het is niet slim om zulke dingen te doen. Wat gebeurt dan? Je weet donders. Iemand zou met jou gaan praten. Iemand zou met jou gaan praten. Ja, ik wist dat je het ziekenhuis was, maar iemand zou met jou gaan praten. Het enige is dat ik weet. Ik heb een van de bloodlist. Ik heb een van de bloodlist gevraagd om met jou te praten. Dat je zelf niet durft of zo? Ik. Ik wil normaal met je praten. Omdat jij een lange neus hebt misschien. Dat is één van de twee. Maar wat is gebeurd dan? Wat hebben ze gedaan? Ik denk dat je zelf donders goed weet dat er is gebeurd. Waarom ik in het ziekenhuis was. Nee. Nou ja, je zei wel iets, maar ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Wat hebben ze bij je gedaan? Want ze hebben tegen mij gezegd, we hebben niks aan hem, maar we willen je best helpen. Door hem te bedreigen. Want dat is eigenlijk wat ik wilde. Ja. Goed, ze hebben je echt wel verteld of jij dat ze hebben gedaan. Ze hebben tegen mij gezegd, ik heb hem bedreigd, maar we hebben geen geld gekregen helaas. Wat familie waren, man. Ik heb je laten bedreigen, jongen. Ik wilde je gewoon laten weten hoe het voelt om gebackstabbed te worden. Ja, jij voelt je gebackstabbed, dat is echt de grootste bullshit. Maar goed, een eindstand... Maar het komt wel, jongen. Het komt wel. Je moet gewoon begrijpen. Een eindstand... Op een keer snap je hoe en wat er allemaal is gebeurd. Jongen, ik wil je nu alleen één ding zeggen, maat. Ze hebben toch niet echt op je gevuurd, of wel? Broertje? Je weet het donders goed. Ik weet serieus van niks. Dat ze in mijn poot hebben geschoten. Jij. Waar? Maakt me ook niks meer uit, weet je. Waar? Als je echt een man bent, ga je het toegeven. Nou, ik ben niet geweest, dat maakt niet uit. Ik wil weten waar en wanneer. Ik word alleen laten bedreigen, ik wil geld zien, snap je? Ik wil geld zien, je kan het ook gewoon vragen, normaal. En dan doe je dit. Ik, hun moest jou hetzelfde nog hebben. Hetzelfde geld, waren er andere dingen gebeurd, hetzelfde geld had ik nu niet meer kunnen lopen, hè? Ja, dan had ik echt boos geworden. Nou ja, ik ben al boos op jou. Ik snap hoe je voelt, dat absoluut. Maar nog steeds. Waarvoor is die dreiging nodig? Waarvoor is die kogel in mijn been nodig? Dan slaat het op. Dat ik stoepen ben. Je weet er meer van dan dat je doet. Maatje, ben je oké? Ik ben oké. Moto lekker in de achtertuin aan het werk. Het zwembad ziet er goed uit. In het achtertuin? Ik ga lekker Netflix kijken. Ga je Netflix kijken? Ik ga Netflix kijken. Waar woon je ook alweer? Ja, denk je dat ik je nu mijn adres gegeven of zo? Maar we gaan toch chillen, maatje? Even serieus.
probeer je jezelf te gedragen en dit soort dingen niet op mij te doen, ja? Ja, maar maat, ik heb dat toch niet expres gedaan? Laten doen. Je hebt het niet expres gedaan. Nee, vast niet. Ja, ik heb het niet expres gedaan, waarom zou ik je laten shooten, man? Ik heb het toch... Heb je mij wel laten shooten? Denk ik ga jou laten shooten. Ik heb meer informatie. Ik heb van mensen gehoord dat jij in die outfit met die motor daar was. Ja, maar ja, jij weet zelf ook wel dat wij de Bloods outfits hebben gemaakt, hè? Ja, maar hoe is het dan heel toevallig dat nadat ik ben geschoten, dat mensen dan zeggen dat jij met dat bepaalde motor die erop leek, met die outfit toevallig op Lokkenpark stond? Dus ik ben dat niet vergeten. Ik ga het je gewoon nog een keer vragen. Wees eerlijk tegen hem, was jij degene? Het is beter dat je, als je eerlijk bent dan dat je niet eerlijk bent, hè? Waar ben je? Kom, we gaan praten. Met z'n tweeën. Waar ben je? Kom, we gaan praten. Ja, even serieus. Ja, ik hoop niet dat je collega's meeneemt, want dan word ik ingerekend. Ik ben überhaupt niet in dienst, maar wat wil je? Ik wil met je praten. Ja, waar? Kies jij maar, want jij vertrouwt me waarschijnlijk niet meer. Dat is het misschien niet, maar ik wil gewoon dat je eerlijk bent tegen me. Dat is even het ding. Maar waar ik ben weet je? Het niet. Ik weet het nu allemaal niet, maar... Ja, waar wil je afspreken? En als je in de ik moest eigenlijk een zaak hier gaan oplossen momenteel. Dat mag ook. Levi moest eventjes een stoot voor zijn melk krijgen, maar goed. Dat doe ik wel een andere keer. Ik sla wel een andere keer op zijn harses. Nog afspreken of niet? Dan zoek ik even een plek. Waar ben je? Ja, als je niet op mij schiet ineens. Ik mag niet zomaar op je schieten. Waarom zou ik op jou mogen schieten? Omdat ik... Omdat jij denkt dat ik vuurwapengevaarlijk ben. Misschien. Ben ik in dienst? Nee. Nee. Oké, als je mij belooft... En dan dat vertrouw ik je op broederschap, ja? Dus beloof dat je zonder wapen naar me toe komt en het gewoon normaal kan uitpraten. Dan wil ik je pis van mieten. Zit je te lachen? Ja, ik vind het wel grappig hoe je dat zo zegt. Nou ja, je bent nog steeds dikke pech geweest. Nou, ik weet donders goed dat jij hebt gedaan. Ik ben niet geweest, maar waar ben je? Ik kom nu naar je toe. Heb jij een wapen bij je? Ik heb geen wapens, dat weet je. Die heb jij in je auto liggen. Erewoord. Erewoord dat je gewapend bent, hè? Dan spreek ik erewoord dat ik niemand oproep, ja? Dan moet ik even deze auto leeg gaan halen. Thuis leeg gaan halen, want er ligt nog wat in. Okay, er liggen een heleboel bullets in. Nee, grapje. Ik maak een geintje met je, ik heb geen bullets. Laten we het op deze manier oplossen, ja? Ja. Grappig hoor jij, met een grappenmaker. Ja, jij weet toch, jongen. Ik rijd momenteel naar een plek toe. Zodra jij niks bij je hebt, dan geef ik je wel door waar ik ben, ja? Ja, ik heb bullets bij me, maar dat is... drinken, man. Energy. Lust je wel, toch? Ja, het zat wel... Ik kan er altijd naar binnen. Niet te veel, natuurlijk. Maar... Als nu de chat er is, zal ik wel shooten. Zal ik wel helemaal laag maaien nu. Goed, nee, in dat opzicht vertrouw ik je erop. Ik kan hem eigenlijk echt gewoon helemaal nagemaaien, hè. Maar ik ga het niet doen. Ik mag gewoon. Nee, komt goed. Daar ga ik dan vanuit. Nogmaals, geen wapens. Waar ben je? Iets wat daarop lijkt. Waar ben je? Iets gevaarlijks. Ja, heb je niks bij je dan? Waar nee! Ben je nu? Waar ben je nu dan? Ja, ik ben thuis. Kom maar naar het Oevoecafé. Wanneer kom je weer een keer thuis? Spreek je daar wel. Was ik vanmiddag al geweest. Ik heb vanmiddag even wat opgeruimd. Ik heb misschien wel zien. Ik heb de tafels en zo schoongemaakt. Ja, toch. Ja, maar je bent veel met je vriendin. Je kon nu bij mij een keer chillen. Ik vind het wel jammer. Had je al gezegd dat... Mia, die is... in de stad, om het zo te zeggen. Die is een paar weken erop uit. Is je dat niet? Die is sowieso vreemd aan het gaan op andere mannen. Die is voor werk. Ja? Die is sowieso met andere mannen te chillen nu. Buitenland aan het gaan. Ja, dat je echt wilt, hè?
Nou, nee, dat had ik niet gewild, want dan word jij verdrietig. Vraag Kees Johnson anders maar. Je hebt vast wel een potje met je polen. Maar hey, ik spreek je binnen. Wat ja, zei je nou? Polen? Ik zei vraag Kees Johnson, maar die wil misschien wel met je polen. Waarom polen? Waarom kom je in één keer bij polen? Ja, ik heb het vandaag ook gedaan. Met wie? Dat was. Met wie? Hoe bedoel je met wie? Met wie heb je gebold? Ik was met Joshua en met. Goed zo, jij loopt hier, kleine hond. Laten we maar normaal doen, want anders, ja, je weet het wel. Luister dan. Kom maar even naar binnen, ik hoop dat je je handjes omhoog kan doen. Ik hoop dat jij je handjes liever gewoon beneden houdt. Oké? Okay? Luister dan. Handjes de lucht in, jongen. Ja, stop maar met dreigen, jongen. Handjes de lucht in, jongen. Zwa. Die masker gewoon even normaal af. Hé. Hey. Waar wil je zitten? Bij de open haard. Of waar kunnen we zitten? Kunnen we hierheen? Ja. Ik weet niet, ik wil liever niet met jou op de wc zitten. Nee. Oh. Kom mee. Ja, we gaan ook niet naar het kantoor. Ja, ik ben hier meerdere keren geweest. Ik heb hier ook al gechilled. Hier verderop is nog een bank, van wat ik weet. Wat? Hé hey man, we gaan hier zitten. Lekker man. Laat ik me niet zeggen wat de gekke dingen hier zijn gebeurd. Wat? Wat zei nou? Ik zei, laten we niet zeggen wat de gekke dingen hier zijn gebeurd. Ik heb hier iemand vermoord. Nou, ik heb het meer over mijn kant, maar goed. Oké, interessant. Ik ga jou hier zo meteen vermoorden. Ja, dat denk ik niet. Nee, ja, geintje. Ik heb één iemand nodig en dan staat iedereen hier, hè? Je bent toch niet bij je. Voor je maken. Nou, dat denk jij. Oh, sorry Bert. Dat was niet de bedoeling. Wat vlieg. Auw! We gaan even zitten. Wat, je belde me. Wat wil je? Ik wil Netflix. Ik wil chillen. Ik wil niks doen. Ik ben moe. Maatje? Brother. Sorry man. Voor wat? Voor je weet wat. Bier gebeuren? Wat bier gebeuren? Dat lood wat ik van jou heb ontvangen bedoel je? Wacht even een seconde. Ik heb heel weinig agenten. Hey! Hey! Hey maatje. Yo man. Maar excuses voor dat lood gebeuren? Ik heb je geschoten, maat. Althans, ik heb je geschoten, ja. Maar dat ging per ongeluk. Ik richtte wel op je, zoals je weet. Ik waardeer in ieder geval je eerlijkheid momenteel, maar Ik richtte op je. En je triggerde mij door wat dicht er dichtbij te stappen. En toen heb ik per ongeluk overgehaald, man. Okay. En toen moest ik weg, want je weet wat anders gebeurt. Ik zou wel opletten, ze zoeken waarschijnlijk jou wel. Laat ik het zo zeggen.
Momenteel kan ik nu niks doen, want ja, hè, ik ben niet in dienst, hè. Waarom niet? Gewoon niet, omdat ik niet altijd in dienst ben. Dat betekent niet dat ik een robot ben die 24/7 in dienst is, hè. Kom mee. Kom mee. Ja, wat wil je? Kom. Oh, hier zit al stof in trouwens. En water, ik had water nodig. Top, water. Ik heb vooral nog heel veel kleding. Kom. En wat wil je? Kom. Ik vraag alleen, wat wil je? Stap in. Ik vind het erg dat ik met mijn eigen auto ga, want anders kom ik ook nergens. Die excuus is leuk, maar waar gaan we heen? Volg mij maar. Nou, weet je, dan ga ik dat niet doen. Ik wil eens weten waar we heen gaan. Ja, ja, volg mij. Volg mij, je kent deze locatie vast wel. Dat boeit me niks. Ik heb geen zin dat de mensen op mij daar staan te wachten, snap je? Nou ja, als daar staan meer mensen op mij te wachten waarschijnlijk dan op jou. Nee, dat denk ik niet. Maar volg maar gewoon. Zeg maar gewoon waar we heen gaan, anders peer ik hem gewoon weg. Nou ja, mijn auto gaat zo uitvallen, dus we moeten nu doorrijden. Nee. Ja. Het is hier strakjes links. Rechts, sorry. Blijf maar op afstand als je wil. Maar waarom ben je bang dat. Waarom denk je dat mensen op je laat wachten? What the fuck, man? Wat verwacht je van mij? Ja, ik. Laat ik zeggen, ik heb ervaring. Jij hebt ervaring. Dat iemand heel aardig doet en zo. En dat het uiteindelijk voorlopig misgaat. Snap je? Dat was ik. Ja, maar ik heb wel mensen die daar dus zijn overleden, snap je? Wie dan? Heel toevallig heet ze ook Venno. Leuk, hè? Of anders ben jij straks de volgende. Ben je naar het bureau? Is dat je plan? Ja, kom, we gaan even hier kijken. Mijn auto is kapot. Wat doe je nou? Nou ja, hij is kapot, hij rookt. Waar ben je? Ik kan het gewoon heel simpel maken, ja? Ja, ik draai even om. Het is misschien voor het beste dat we elkaar niet te veel zien en al helemaal niet in de buurt van de politie. Waarom? Oké. Jawel, we moeten elkaar wel vaak zien, want ja, we zijn nog steeds broers, we komen elkaar nog steeds tegen. Jij zag je vriend, jij zag je vriend toch ook als crimineel? Dus ik weet niet. Kom er maar naar binnen toe. Ik ga jou niet naaien, maatje, dat je het even weet. Komt goed, komt goed. Ik ga jou niet naaien, maatje, komt goed, let op. Let op, kom naar binnen toe. Maatje, kom naar binnen toe, ik regel het. Ze zijn er. Ik hoor dat je erbij bent, zeg maar. Ik ben onderweg. Yo. Meneer. Hallo. Bent u toevallig de heer Bacardi? Ja. Oké, okay. U wou iemand spreken? Ja, jou. Kijk, je kent hem vast wel, toch? Je kent hem vast wel, toch? Hey, Alex. Hallo? Even niet gelijk, vast wel, Bert. Maar... Je collega. Oh, hoi Bert. Hey. Heb jij meegekregen wat er met Bert is gebeurd pas geleden? Nee, er is iets gebeurd die ik me vanaf weet dan. Bert is geschoten. Oh nee, dat weet ik even niks van. Ja, dus? Daar wil je nu melding van maken, of?
Ik wil... weet niet wat hij exact te zeggen. Ik wil niet mijn wapens kwijtraken. Ik lig nog in huis. Oké. Okay. Ik hoor ook heel weinig uit zijn mond. Dat wapen... dat heb ik geleend van de blot. Dat heb jij geleend van de blot? Ja. Wat hebben ze nu weer terug? En ik heb dat gedaan. Oké. Okay. Dus en ik wil het gewoon eerlijk zeggen, want ik heb spijt naar mijn broer toe. Ja, oké. Okay. In dat geval kunt u zo meteen even meelopen naar beneden. Dan wordt u verder verhoord over heel de zaak. Ja. En dan moet ik even mijn collega roepen en die zal u verder helpen zo meteen. Want die is waarschijnlijk wel op de hoogte. Laat ik even navragen voor u. U mag even meelopen, hè? Maar ik moet heel even... Dus was er ook aangifte van gedaan door mij toen. Ja, dat moet ik even bekijken. Maar dit is ook uit... Als je heel even met z'n tweeën bij de balie wilt wachten, dan ben ik er zo. Maar waar... Zij... James. Oh, die kogels liggen daar nog. Stap van beest dat iemand die wilt... ik zou zeggen aangifte, maar het is geen aangifte, die bekentenis wilt komen doen. Nee, meneer, het is mijn broer. U mag vast meelopen, ja? Het is mijn broer. Oké, u mag meelopen, meneer. Het is mijn broer. Yo, Joran. Het is mijn broer. Hoe kon ik zo stom zijn? Maar het is ook gedeeltelijk gewoon... Ik moest wel. Gaan we hier even diep naar beneden? Oh, naar beneden, ik dacht naar boven. Ja. Ja, toch? Het is gewoon... Pakken we de shortcut, denk ik. Dat is deze kant op. En dan deze kant. Deze kant op. Nou, u weet de weg. Fantastisch. Ja, van heel lang geleden. Alleen kijk, weet je het is? Ik had nooit zo stom moeten zijn. Ik heb gehandeld uit emoties en het is niet slim. Oh, mag u even hier in de cel? Mijn collega komt zo, hè? Ja. Is hij er bijna? Daar ga ik wel vanuit. Tijntje, ik heb mijzelf momenteel aangegeven voor het schieten op geld. Aangezien ik gewoon nog wel mijn band met mijn broertje, zeg maar. Dus haakjes in-game broertje, dus geld. Dus heb Bert, wil behouden. Dus ja, het is het minste wat ik voor hem kan doen. Sorry. Mag je even verder? Ja, ik weet het. En dan mag je naar rechts. Nee, ik denk dat dit het minste wat ik voor je kon doen. Links of ook inderdaad, beter. Je leert in ieder geval van je fouten. Dat is hartstikke netjes. Nou ja, ik had ook kunnen zeggen dat het niet waar was, hè? Daarom zeg ik, je leert van je fouten en dat is netjes. Sorry, maatje. Ben je nog boos op me? Ik weet niet. Ik weet het echt niet. Ik moet het allemaal ook even verwerken, snap je? Mm-hmm. Het is allemaal in een hele snelle tijd gebeurd. En, ja, wat er ook nu allemaal gaat gebeuren. Het blijft een lastige periode voor jou en mij. Zowel. Ja, want ik ga de gevangenis in. Je ziet mij de komende jaren niet meer waarschijnlijk. Ik kom sowieso wel op bezoek bij jou, jongen. Mag dat wel? Waarom zou ik niet?
Misschien kun je me vrijbreken. Blijf familie, wat er ook gebeurt. Oké. Oké, dan kom ik zo weer terug. Ja. Geef me 5 minuutjes. Of je komt zo vaak mogelijk als ik kan, ja. Wat zei je? Ik mag voor je komen als ik kan, ja. Ja, weet je het zeker? Nou ja, hoe bedoel je, weet je het zeker? Natuurlijk weet ik het zeker. Wil je dat überhaupt nog wel? Ja, waarom zou ik niet? Dat is misschien beter de vraag. Nou, kijk wat ik je gedaan heb. Ja, kijk wat je nu doet, weet je. Iedereen verdient uiteindelijk een tweede kans, toch? Natuurlijk allemaal nog lastig en zo, weet je, maar... Natuurlijk kom ik wel. Een tweede kans? Ik heb op de zon een zesde kans gekregen van jou. Dingen veranderen, maar één ding verandert niet. En dat is dat jij mijn broer bent. Ja. Toch, weet je. Ook al moet jij 30, weet ik veel wat, olifanten uit. Je bent nog steeds mijn broer. Nou, dat ik jou uitmoor, ben ik dan ook nog je broer? Wat er ook gebeurt, hè? Als ik jou uitmoor, ben ik dan ook nog je broer? Dat is een verhaal wat er dan gebeurt. Wat zeg je? Dat is een lastig verhaal wat er dan gebeurt. Ja, maar je bent wel mijn broer. Indirect blijf ik nog wel je broer, maar ja. Ja, geintje, jongen. Nou, dat mag ik hopen. Wordt wel een lastig verhaal. Maar je hebt me nooit laten zitten. Alleen nu heb ik jou wel... Wat ik je kan geven... Wees gewoon eerlijk. Vertel wat er is gebeurd. En dan is ze ook voor jou beter op. Als jij hun met hun respect geeft, respecteren ze jou ook gewoon terug. Ja? Ja. Dat kan ik voor nu niet geven. Bij me. Wat zeg je? Nee, kan ik je momenteel niet geven. Het spijt me. Nee, maar we moeten wel binnenkort het biertje tikken. Kijk wel aan het weekend, ja? Jij wordt veroordeeld voor het volgende deel. Een artikel 5 hoofdstuk 2. Laten we zien hoe lang jij het volhoudt, laat ik het zo zeggen. Want ik weet niet ik neem aan dat ze niet zomaar pils naar gaan brengen daar. Nee, maar was maar zo'n feest. Dus als jij gewoon op vrije voeten bent, ik geloof ik trakteer. Maatje, kan je me trouwens met iets helpen? Ik heb nog wat rekeningen die ik moet betalen. Voor rekeningen. Een heleboel wat facturen. Oh, ik heb 0 facturen blijkbaar openstaan. Huh? Oh. Ja, blijkbaar allemaal betaald. Ja, maar ik dacht ik facturen had. Maar, ik wil een motor upgrade uitvoeren. Ik weet niet of jij die voor me kan betalen. Denk jij, ik heb cent ineens, man. Hij is maar 70k. Nee, maar dat heb ik ook zo elkaar. Weet je? Ik kan je misschien altijd helpen met de vergoeding, weet je. We kunnen altijd wel wat regelen, laat ik het zo zeggen. Misschien kan je me op borgtocht vrijkopen? Wat, man? Is maar 500k. Dat heb ik niet. Maar ik wil vrij! Ik kan aan het onderhandelen, want vind ik gek dat je me dan nog maar bellen. Wat zei je? Ben je al aan het onderhandelen met iemand? Ben je al in gesprek met een agent? Ik vind het nog steeds gek dat je nog steeds kan bellen. Er is geen agent. Ik zag meerdere auto's net langs rijden, dus het zou wel goed moeten komen. Oké. Maar wilde je mij eigenlijk aangeven, of niet? Nou ja, ik heb sowieso aangifte moeten doen. Maar ja... Agent naast me in het... In het wit. In het wit? Ja, in het wit. Volgens mij zijn ze meestal... In het gekke huis. Zwartig met geel. Gekke huis? Ja. Gekke huis. Gekke huis. We gaan naar het gekke huis. Dat gekke huis. Gekke huis! Gekke huis was wat ze gaan... Maar ze zitten nu al lang, laat ik het zo zeggen. Waarom?
Komt goed, jongen. Hij is warm. Wow. Maar het is wel sterke jongen, tering. Daar heb ik gelijk. Toch Jan drinken samen dan? Maatje. Hallo? Maatje, hoor je mij? Ik hoor je. Yes. Maatje. Even. Ik ga mezelf even helemaal vol eten, want anders heb ik daar weer honger. Dat is fucking irritant. We gaan even lekker muziek te pompen. Ik wil trouwens wel even één liedje pompen. Als het goed is, ook nog. Oh ja, één team, één taak. Let's go! Eén team, één taak aan het eind van elk jaar. Goed. Zijn dat de sargenten al gekomen? We hebben ook voor mij bit leuke geluidjes. Waar zijn mijn bit? Ja, hier. Je hebt vuile huigelaar. 10 dingetjes. Let's go. Deze vinger is voor jou. Wie de fuck denk jij dat je bent? Vuile huigelaar. His name is John C. Ik ga ook nog heel lange toevoegen. Bonk. Daar komt ie. Oh, hallo? Sorry. Hallo. Heeft niet. Ja, er werd eventjes in mijn gehoor geblerd door iemand. Oké, alles in orde nu? Oh, ja, alles is weg nu. Tenzij iemand weer zo
blaring aanzet. Dat is wat ik bedoel. Ja. Goed, ik ben er weer. Wat is er allemaal gebeurd? Goed. Op het moment dat ik... een soort van achter mij gekomen dat Bert agent is geworden. Ja. Heb ik na zitten denken... Was ik heel boos. Nou, vooral heel verdrietig. Ja. Dat me eigenlijk zo naait. Heb ik uiteindelijk contact opgenomen met mensen. Waar ik de naam niet van ga zeggen. Ja. Mm-hmm. Omdat ik hoor andere mensen praten hier. Dus ik weet niet of ze mij ook horen. Zou je wat bedoel? Loop maar mee. Oh. Maak er geen kinderfeestje van beneden, hè. Gewoon even doorknallen. Even kijken, waar moeten we heen? Hierheen. Hop, 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 hop. Dat horen we, ja. Vertel. Goed, toen heb ik uit emotie gehandeld, uit verdriet. Heb ik met Bert afgesproken. Eigenlijk gewoon echt met de intentie voor een normaal gesprek. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij een paar dingen gezegd wat mij nog meer triggerde. Waardoor ik een wapen had geleend van Blood. Ja. Die had ik bij me. Dus uiteindelijk zei ik tegen hem van... Nu je mij zo genaaid hebt gegeven, hebben we talen om mijn eigen leven te sparen. En toen heb ik een vuurwapen op hem getrokken. Jij hebt op hem geschoten, is dat wat je nu wil gaan zeggen? Ik heb een vuurwapen op hem getrokken. Ik heb op hem gericht, op zijn knie, specifiek zijn knie. En ik heb gezegd, doe iets bij de hand en ik hou de trekker over. En op het moment zei hij, ik kan je nu ook gewoon een paar klappen geven. Toen stapte hij naar me toe, ja, en toen heb ik uit woede, verdrietigheid, verdriet en eigen veiligheid heb ik per ongeluk de trekker overgehaald. Eigen veiligheid? Ja, hij wilde me waarschijnlijk slaan. Of, nou ja, dat weet ik niet. Misschien niet. Misschien worden jullie zelfs bellen, ik weet niet wat die worden doen. In ieder geval, ik ben zo dom om de trekker toch over te halen. En ik geef mezelf nu aan, omdat ik mijn broer niet kwijt wil en ik het nooit zo bedoeld heb. Het was emotie. En ik weet, emotie is dom. Je hebt je eigen broeder neergeschoten. Je staat er alleen voor, kan ik je vertellen. Ik weet het. Dat doe even verzet, ja? Jezus, man. Ja, ik weet het, man. Maak het nou niet erger dan het op is. Waar is dat vuurwapen nu? Bij Blood. Bij Blood. Wie van de? Wil je het echt weten? Meneer Van Dijk. Meneer Van Dijk, oké. Okay. Maar het is vaak alles ontkennen, want ik moest een dikke pond betalen om dat ding te mogen lenen. Weet je, in iemands knie schieten, iemand kan doodbloeden, hè? Je snapt dat dit gewoon een poging tot moord is. Ja, ik weet het, maar het was helemaal niet mijn bedoeling. Ja, het was meer gewoon emotie en ik moet er mee om leren gaan en ik kan er niet mee omgaan. Ja. En daarom sta ik hier nu bij jou. Want ik ben blij dat hij überhaupt nog op zijn benen staat. En ik wil gewoon eerlijk zijn. Ja, dat snap ik. Want het spijt me gewoon. Dat het wel een straf is. Dat snap ja, ik. Ja, geef wat je nodig hebt. Nee, ik wil geef, eens met je praten. Geef desnoods het dubbele, weet ik veel. Maar... Nee, het gaat mij niet om de straf. Hè. Het gaat erom dat ik met je praat nu. Weet je, dit is een familiekwestie. Dat ligt diep. Je broer heeft een bepaalde keuze gemaakt. Ik heb hem nog gewaarschuwd. Wat vindt Venno ervan? Het maakte hem niet uit, zei hij. Hij heeft niks verteld. Hij heeft jou niks verteld. Ik ben er zelf achter gekomen. Het probleem, ik heb Bert ook hoog zitten nu, hè. Hij doet echt zijn best.
zat er ook erg mee dat met jou. Maar dit, jongen, dit slaat veel dingen. Zeg maar, spoedassistentie. Ik weet het. Ik wil het gewoon even vertellen aan jullie. Het boeit me niet hoe lang ik zit. Maar dan heb ik tenminste te veel verteld. Maar ik wil het eerst aan hem vertellen. Dus mm-hmm. Ik ben blij dat hij überhaupt de keuze nam om met mij af te spreken net. Dat hij überhaupt me nog vertrouwde. Dat doet zelfs nog het meeste pijn, als je nou bedoelt. Mm-hmm. Want eigenlijk heb ik hem gewoon gebackstept. Ja, dat heb je. Hij wrijft er nog harder in. Dat is je broer, hè? Kan je met iemand over praten? Psycholoog, iets dergelijks? Ik wil gewoon dat het allemaal weer goed komt. Tussen mij en hem. Het is het enige wat ik wil. Maar kan je dat alleen? Zeg maar, spoedassistentie. Weet ik niet. Ik zal hem in ieder geval nooit meer wat aandoen. Alleen, de verdriet blijft, hè? Zeker. Het litteken blijft, zo kan ik het beter zeggen. Venno, ik zal je helaas wel moeten wegsturen. Ja, dat weet ik. Ga ik de volledige straf geven? Nee, ik ga de helft geven. Waarom? Omdat ik jou ook een kans gun. Ik vind niet dat straffen dingen oplossen. Nee, maar schieten helpt ook niks op, hè? Het enige wat ik het liefst zou willen is jij en je broer samen gelukkig zien. Dat is voor mij veel belangrijker. En dus de eerder jij op je vrije voeten staat, is de eerder je dat mogelijk kan maken. Toch? Ja, als je me nog vertrouwt. Ja. Zorg daarvoor dat je daaraan kan werken, ja? Ik ben blij dat ik het bij het hier verteld heb. En dat ik nog steeds straf krijg. Wat van je. Ik vind het heel wat van je. Waarom? Het is gewoon door, toch? Nou ja, dat is niet heel normaal, toch? Sommigen doen het niet. Die verzwijgen het, stoppen het onder hun bed en praten er nooit meer over. En gaan 30 jaar later kapot. Ja, maar ja, wat wil je? Je familie kwijtraken? Nee. En uiteindelijk toch uit je bed gelicht worden? Waarschijnlijk. Mm-hmm. Of gewoon eerlijk zeggen. Ik denk dat als jij later toch wordt opgepakt en het komt tot dat licht, dan heeft iemand anders het gezegd. Dus dan is het nog steeds niet vanuit jou en nog steeds niet, hoe zou ik het zeggen, dan los je het niet op. Dan lost een ander het op, maar ja, dat gaat nog steeds in je geweten hakken. Ja. Ik ga hulp zoeken, jongen, hierbij, want je staat er niet alleen voor, hè? En dan vraag je mij hierbij. Omdat ik zijn collega ben. Zijn baas ben, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik wil alleen weten of hij me vergeeft. Mm-hmm. Dat snap ik. Maar ja. Ik kom ineens te weten hoe lang ik moet. Stuur maar gewoon. Het hoort erbij, hè. Ik ga jou 15 maanden wegsturen in plaats van 30. En ik krijg ook nog boetes, hè. Nee. Ik geef jou nu alleen die 15 maanden om je goed te realiseren wat je gedaan hebt. Goed na te denken over een vervolgplan hoe je dit wil gaan oplossen met je broer, ja? Ja. Hoeveel is een boete eigenlijk? Duur. Ja, mag ik het weten? Niet. Dan kan ik kijken wat ik voor hem kan kopen daarvan. Kijk, man. Toch maar, dat is fucking lang, hè? Nou, dat is veel geld. Heel veel geld. Hoeveel is dat? Ja, dat zit op de 100.000. Klopt dat? Ja. Dat is een ambtenaar uit functie, hè? Nee, dat is een burger. Pogingmoordburger. Is dat... Hoeveel negatief, is? Sorry. Ik zit op de 40.000. Sorry, dat op de verkeerde. Oh. Pogingmoord op een burger is 40.000.
Dan ga ik iets moois voor hem kopen. Doe dat. Ja? Mhm. Oké. Ga je overdragen aan het DI? En die zul je vervoeren naar, naar de gevangenis. Ja, gaan we met de echte auto rijden of met de fictieve auto? Ja, wil je dat? Als dat mag. We gaan met de echte auto. Kom verder. Kan ik Bert nog even zien of mag dat niet? Bert is er niet. Volgens mij. Bert is er wel. Mag ik hem bellen? Ja. Status, alles oké? Ja. Maatje. Wat is er? Waar ben je? Ik ben buiten even een peuk aan het roken. Ik mag misschien nog even naar je toe. Als je buiten bent, moet ik even vragen. Ik sta buiten gewoon, ik heb net even de beuk gedraaid, dus... Negatief. Negatief. Daar mag jij niet heen. Ik weet ook niet hoe jij daar vanaf weet. Ik blijf hier voorlopig nog even staan, ja. Ja, ik... Heb je ook voor mij een sigaret? Ja, ik heb er wel meerdere, maar ik weet niet of jij er een mag. Moeten we even vragen aan James. Nou, oké, je vraagt het James. Dus ga je nu met hun naar de gevangenis? Of, ik sta of niet? Buiten in ieder geval, dus dan weet je dat, je. Ja. Oké, nou, dan zie ik je daar, ja. Doei. Hey, tot ziens. Kijk, kom eraan. Ik kom eraan. Stap in, we gaan nog een prioritje. Oh, ik wil nog even naar bed toe, mag dat nog? Nee. Waarom niet? Achterdeur moet dicht. Waarom niet dan? Je mag hem bellen daar. Omdat je nu op dit moment in bewaring bent. Hij zat voor de deur, ik wil maar in de knuffel. Oké. Okay. Gaat hij hier al? Ja. Mag dat? Ja. Bert! Hey, rustig aan. Ik moet weg, maat. Oké, kom maar aan als de trein. Naar, Doei. Hey, hou je sterk, hè? Ik zie je over... Ja, los het op, hè, met elkaar. Nou, ik kom zie meekomen. Je over 15 maandjes. Ik kom wel precies. Let's go. Doei. Ja, sorry, ze staan gekkigheid voor het... Even een periootje rijden. Nou, waarom gaan we zo hard? Mijn collega's ook in gevaar zijn. Moet ik helpen? Ik ga nu naar het, of naar het gevangenis rijden. Moet ik helpen? De locatie nu? Nee. ...35, kom eens uit. Sorry? Waar ben jij nu? Yo! DN Games. Dit is toevallig had ik de... Donkerblauw, positief. Een Nijhuis. Nee man! Maar het is dat toevallig jouw... de restream chat open heb staan. Want anders kreeg ik je berichtjes niet binnen. Maar yo man, hoe is het? Hoe is het leven? Wat was je naam ook alweer? Wie was je ook alweer? Ik moet je YouTube kanaal even kijken. Ik weet ook misschien wie je bent. Wie ben jij eigenlijk? Karre, kom op. Oké, vanaf hier prio 1. Ik weet niet meer, man. Ibiza. Wie... Ik weet niet, ik heb helemaal alles het geloof van die pizza P, man. Dat waren allemaal flikkertjes. Wat een apen, jongen, echt. Hij kan echt niet rijden, hè? Nee, man. Nee, maar rustig aan. Hè? Goed voor je gezorgd daar. Ik ga toch niet eten, nee. Ik ga toch helemaal niet meer eten.
Nou, dat zou ik wel doen. En anders zorgen ze daar wel voor. Nee. Even dichter op ons rijden, Alex, alsjeblieft. Ik weet je naam echt niet meer, man. Help me even. Ja, man. James. James. Dylan, jongen. Fucka Dylan. Delano. Dylan, Delano. Het is Dylan of Delano, een van de twee. Ik heb twee Delano. Delano, denk ik, man. Ja, het moet Delano wel zijn. Het moet Delano zijn. 100 punten. Toch? Delano, toch? Of Dylan? Ik weet het niet meer. Oh, wat lang geleden. Lang geleden. Ja, Delano. Delano, jongen. Hele lijp, man. Je staat nog steeds in de video, hè. Je staat nog steeds in de video. Eerste poort open. Alex sluiten. Ja, jij meekomen, kom op. Gek man. Hij heeft wapens! Hij heeft wapens! Waar hij nu in rent, dat doet hij door, ja. Hey, wil jij bij mij blijven? Kom, die auto, komen, kom. Die auto heeft wapens bij zich, meneer. Ja, dat is allemaal gerust. Geloof je het niet? Ja, nou, hier zijn we veilig. Ja, mag ik naar binnen? Ja, top. Ja, mag ik in cel 1? Ja, dat mag. Ik veroordeel even andere personen, dan komt alles goed. Meneer Bugardi! Wat is je geluksnummer? 36? Ja. Bij deze krijg je 15 maanden. Niet dat dat zo te vergeten. Bij deze zal ik je overdragen bij de DEI. En alsjeblieft, jongens, zorg ervoor dat je het oplost met je broer, ja? Ja. Oké. Okay. Veel succes verder. Nee, maat! Ik zit nu alweer in de gevangenis. Ik ga Bert even bellen, want het is op Discord. Ik heb toch niks anders te doen. Ik zit toch in Jari. Geld! 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 Geld, ik hoor jou niet. Wat is dit? Hallo? Hallo, geld! Joehoe, waarom... Ah, ik zie het al. Wacht even. Deze, hallo? Geld! Twee seconden. Ik hoor je. Ik hoor jou, pauperkind! Comma 30 heb ik. Tesla Roblox. Excuus, hoor je me nu goed? Goh, ze gaan even voice changes gooien, man. Kut. Nee, je hoort me niet goed? Kut, kind. Wat? Heb ik alles? Moet ik helpen? Geld? Ik weet niet hoe ik dit nou, hallo? 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 Even serieus, we gaan naar bij... Kijk wat er gebeurt. Er gebeuren hele gekke dingen in de chat. Wat is dit? Tesla, heb je... Huh? Wie is Tesla RBX? Ben jij dat geld? Nee. Praat even normaal, even serieus. Ja, iets met problemen. Even kijken. Ik ga deze time-out geven, man. Flikker op, maat. Ja? Hé, wat zeg je?
Oh, geen probleem. Hou hard, hè. Joejoe. Ik vond het leuk. Wil je me nu beter? Ja, maar kun je in de Tesla Roblox of niet? Ik niet zien. Dat is het hele probleem. Jij ziet dat niet? Nee. Weet je het eens wat hij zegt? Nee, ik kan het ook niet zien. The endgame shut up. Zie ik staan. Daarna staat er bro, shut the hell up, goofy as scammer. Daarna staat er, what the fuck are these immigrants speaking like friends? I can't understand them. Turkeys or some shit. Ik kan die hele chat voor de rest niet zien. Het laatste wat ik zie is die smiley en wat van Tijntje. Dat is het laatste wat ik zie. Voor de rest zie ik het allemaal niet. Oké, ik ga deze guy een blok geven, man. Op donderen. Tesla Arbor Roblox. Rare guy. rare goofy as motherfucker. Maar jij, heb je zo zin om wat leuks te doen in plaats van RP? Want dan zouden we nog wat doen, hè? Ik zit in Jari, man. Ja, dat kan morgen ook wel. Nou mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze stream. De RP van deze avond is voorbij en ik ga de stream afsluiten. Ik ga video's opnemen. Dus stay tuned op mijn YouTube kanaal. En Geld TV de op lage YouTube. Stem gaat... Ik heet Svenno op YouTube gewoon. Ja, dat zei ik niet, maar... Ik heb hoog verkeerd. Maar goed, Venno inderdaad. En onthoud allemaal. Doe de goofies. Goofies. En dan gaan we nog even met z'n allen nog één keer. Natuurlijk, voor de afsluiter, hè. Let's ga go. Naar de wc. Nee, ik doe facecam aan. Naar met z'n allen zijn. Gaan we nog even lekker knallen. Mm. Knallen. Even kijken of ik goed nummer... Wacht even goed nummer zoeken. Hier, daar komt die. La carte, muziek knallen. We gaan nog even feesten met z'n allen. Ik reed er iemand voor je, ja? Nou, en... Later, mensen. Reden, Venno. Is bij jou, met mij heel goed en we gaan door tot morgen vroeg. Ik voel mijn kop, dus ga ze erop. Allemaal gek in een kop, dus doe...